Ja, het was echt fantastisch. Ik had wel een beetje verwachtingen van tevoren, maar echt al mijn verwachtingen zijn overtroffen. Dat was echt heel gaaf. Wat was nou het leukste? Ik denk het punt dat we op de boot stonden en bij de eerste brug alles kwam omhoog en iedereen ging draaien met die dassen. Nou, dat was echt fantastisch. Ja, het was superleuk. Echt zo fantastisch en gezellig, ook met iedereen. Het was echt één supersfeer. Het publiek was, ik had het echt niet verwacht dat het er zoveel zou waren en dat het zo ook, dat het je zo meesleepte, zeg maar. Want we hebben 2 uur lang echt staan feesten en ik merkte pas achteraf en vandaag ook heel erg dat ik zoveel spierpijn had, omdat ik zo erg heb gefeest en zo erg me heb mee laten slepen door het publiek eigenlijk. We hebben de prijs gewonnen voor beste boodschap, zeg maar. Dus... Wat was die? Nou, dat wij vinden dat iedereen welkom is en iedereen zichzelf mag zijn. En dat wij daar vol achter staan. En dat wilden we gewoon heel graag aan iedereen laten zien. En dat is dus heel duidelijk geworden. Volgend jaar weer? Gaan we nog even naar kijken. Eerst even Facebook overleven en dan gaan we kijken of we volgend jaar weer gaan. Ja, we hebben al een wildcard. Dus ja, we zijn al ingelood. Lang uitrusten is er niet bij, want het is deze week feestweek in De Lier. En daarbij staan de scouts weer op de braderie.